Jullie hebben eigenlijk bij die eerste presentatie al gehoord dat het heel belangrijk is om de uitgangssituatie te weten voor peers. Als je er iets aan wilt gaan doen, dan moet je eigenlijk ook weten waar je nu staat. Dat kun je op verschillende manieren doen. Ik kwam al een beetje terug wat Karin ook zei, van hoe ga je dat monitoren? Ja, bloedjes tappen bijvoorbeeld, maar er zijn ook andere technieken, zoals jij noemde ook al tongetjes of processing fluids, daar ga ik op terugkomen. Dus ja, geef zeker ook input hoe dat jullie het doen. Dus eigenlijk bij die andere workshops gaan jullie het meer hebben over de andere puzzelstukjes op het bedrijf. Van wat ga je doen, het stappenplan bijvoorbeeld, waar moet je rekening mee houden. Wij gaan het hier dus hebben over de diagnostiek. En eerst even inzoomen in wat dat we eigenlijk kunnen. Want we praten, ik ben dierenarts trouwens, ja, we hebben vaak van die vaktermen en het moet eigenlijk wel duidelijk zijn waar we het over hebben. Als we het hebben over serologie. Serologie, dat is iets wat we op bloed, op serum doen. En dan zoeken we naar antistoffen. Ja, nu tegenwoordig met corona weet iedereen al wat meer van antistoffen, serologie, PCR. Maar antistoffen, dat zijn eigenlijk de afweerstoffen die het dier gemaakt heeft. Dat kan zijn na een infectie, maar kan ook zijn na vaccinatie. Dus we meten dan eigenlijk de afweer van het dier tegen een ziekteverwekker. PCR, dat is wat ze bij de corona ook deden op die swab die in jouw neus gaat. Dan zoek je naar het virus zelf in dit geval. Dus als we PCR doen, dan zoeken we naar het virus zelf. Dat is al het veldvirus waar je naar zoekt dan? Ja, op zich wel. Nu, als je bij een gewoon labo het instuurt, dan zoeken ze in eerste instantie naar het veldvirus. Er bestaan ook wel PCR-testen die specifiek een vaccinvirus kunnen oppikken, eigenlijk opzoeken. Maar als je het gewoon binnenstuurt, standaard wordt er gekeken naar veldvirus. Ja, klopt. En het is ook belangrijk om te weten, dat is zowel levend als dood veldvirus, bijvoorbeeld. Dus het is niet zo, als dat positief is, dat dat dier nog eventueel helemaal vol levend virus is. Als het eigenlijk het staartje van de infectie zit en het is het eigenlijk al aan het overwinnen, kun je ook nog dood virus met de PCR aantonen. Vaccineerde dieren en positief terug, dan kan het zowel vaccin als veldvirus zijn. Dat klopt, inderdaad. Dat is ook een hele belangrijke. Dus in een... Ja, tuurlijk. Als je bijvoorbeeld van batterijbegen bijvoorbeeld bloedmonsters instuurt en je doet de PCR en die begen zijn voor 1 of 2 weken eerder gevaccineerd, dan kan het zijn dat als je de PCR positief hebt, dan kan dat veldvirus zijn, maar het kan ook vaccinvirus zijn dat je oppikt. Ja. Het getal waar je dan terugkijkt, hè? Ja, die CT-waarde, bedoel je die? Ja. Nou, dus... Veldvirus hoog dan bij agenten? Sorry? Veldvirus hoog, dat getal? Of niet? Ja en nee. Ik ga het even uitleggen. Dus die CT-waarde, dat is eigenlijk omgekeerd evenredig met hoeveel virus. Ik onthoud het altijd, het is zo vaak moeten ze zoeken voordat ze het virus vinden. Dus ze herhalen 40 keer die test. Ja, en dan zetten ze bij 40 en ze hebben het nog niet gevonden, dan zeggen ze het is negatief, het monster. Dus ja, hoe hoger het getal, hoe langer zoeken, hoe minder virus dat erin zat. We verwachten dat veldvirus wat ziektemakender is en gemakkelijker nog in zo'n beeg vermenigvuldigt en daarom eigenlijk meer aanwezig is, dus een lagere waarde heeft. Ja, meer virus, een lagere waarde. Maar je hebt verschillende vaccinvirussen op de markt. En het ene vaccinvirus vermenigvuldigt ook meer dan het ander. Dus het hangt ook een beetje af van welk vaccin dat je gebruikt. En iedere farmaceut zal wel ongeveer weten van, goh, als ik biggen vaccineer die voor de rest gezond zijn, verwacht ik van mijn vaccin dit of dat. Het is nu wel zo, bijvoorbeeld, als je na een week of twee na vaccinatie een hele hoge CT-waarde vindt van het randje op negatief, bijvoorbeeld 5, 36... Ja, dan kun je eigenlijk weinig meer onderzoek doen. Er zit eigenlijk te weinig virus in voor de derde stap, voor de sequencing, voor te kijken welk type is het echt. En dan zeggen we meestal met zo weinig virus en je ziet bijvoorbeeld geen symptomen of we vinden het niet nog eens terug, ga er dan maar vanuit dat het gewoon het vaccinvirus was. Dus op basis van die waarde heb je een inschatting wat het is. Ja. Dus ja, die derde stap, die sequencing, die doen we om te kijken welk type virus is het. Dan zie je dus duidelijk, is het vaccinvirus, is het veldvirus. We hebben hier eigenlijk geen Amerikaans veldvirus, maar in Amerika zou dat belangrijk kunnen zijn. En hier hebben we allerlei Europese types. Nou, welke monsters nemen we dan? Je kunt individuele monsters nemen, zoals bloedmonsters, bijvoorbeeld bij zeugen of ook bij biggen. Longen insturen als je zieke varkens hebt gehad en ze zijn gestorven of je hebt ze geëuthanaseerd. Andere organen bijvoorbeeld.
Dat heeft zijn voordeel omdat je echt het individueel dier bemonstert. Je weet echt van dat dier met die symptomen en dat is gestorven aan PRS bijvoorbeeld. Anderzijds wil je vaak, als je een statusbepaling doet, op groepsniveau iets kunnen zeggen. Nou, dan moet je al veel individuele monsters nemen voor een groepsbeeld te hebben. Dus dan pakken we vaak gemengde monsters. Denk maar aan speekselstalen of bijvoorbeeld processing fluids. Dat zijn het vocht dat uit de balletjes komt als je castreert. Nu, niet alle bedrijven castreren nog. En dan zijn de tongetjes eigenlijk een goed alternatief. Die tongetjes, dat is van eigenlijk de doodgeboren biggen. Ja, nee. We knippen ze niet af. Nee, natuurlijk. Maar dat is iets eigenlijk waar we de laatste maanden eigenlijk wat meer mee bezig zijn. En op zich is het nog niet zo stom gedacht, want als je even denkt wat piers doet. Een van de symptomen van piers zijn bijvoorbeeld vroeggeboorte, meer doodgeboren biggen, zwakgeboren biggen. Dus in feite heb je daar al als het ware een subpopulatie, het groepje waar je het eigenlijk ook eerder zou kunnen vinden. Hè? Dus dan hebben we 2 centimeter nodig van die tongetjes en eigenlijk gewoon goed uit de emmer met de doodgeboren biggen of de biggen die de eerste dag te zwak waren. Daar verzamel je die tongetjes van in een diepvrieszakje. En om er wat extra vocht uit te halen, adviseren wij ze even in te vriezen. En ze dan bij het ontdooien krijg je vanzelf dat vocht er eigenlijk uit. En daar wordt het onderzoek op gedaan. Ik kan er nog meer over vertellen, maar dat gaat een beetje ver. Maar je mag alles vragen als je dadelijk nog praktische vragen hebt daarover. En dan eigenlijk voor die statusbepaling. Ja, je moet je van tevoren al goed afvragen, wat wil ik weten? Hè, bijvoorbeeld wil ik weten, als ik een groep heb van, ik heb een bedrijf van 250 zeugen. Wil ik weten of ik vrij ben van piers, bijvoorbeeld? Of wil ik weten, wat is de prevalentie? Hoeveel komt het voor, hè, als het bijvoorbeeld mijn bedrijf komt? Want dat is al een heel ander onderzoeksvraag. Als je wilt aantonen dat je negatief bent, dan moet je veel meer bloedmonsters nemen dan als je wilt gewoon een inschatting maken van, goh, hè, als ik positief ben, in hoeveel van mijn diergroepen is het bijvoorbeeld aanwezig? Want bij negatief, bewijzen, dan moet je eigenlijk bijna tot aan de laatste big gaan, want je moet zeker zijn dat je negatief bent. Hoe zeker wil je zijn? Hè? Dan moet je, hoe zekerder je wilt zijn, hoe meer monsters dan je eigenlijk moet nemen. Dus bijvoorbeeld, stel er is er maar eentje in deze groep die eigenlijk positief is. Ja, hoeveel keer moeten we gaan kijken en een knikkertje rollen voordat we die gevonden hebben, zal ik maar zeggen. Maar hoe groot is de kans dat er eentje is? Ja, god, hoe minder piers op jouw bedrijf, hè, hoe meer de kans dat er maar eentje is. Maar het is wel zo, op bedrijven die nu nog piersproblemen hebben, daar zullen het er meer zijn. Want piers is natuurlijk besmettelijk. En als je dan gaat zoeken bijvoorbeeld bij biggen op de batterij, dat zijn vaak de beste verklikkers. Dat is een beetje de crash onder het varkensbedrijf. Hè. Die hebben de weerstand van de moeder gaat weg. En meestal ergens tussen een leeftijd van 6 en 10 weken loopt steady piersinfectie aan. Dus nee, dit is eigenlijk voor de bedrijven die al bijna vrij zijn en dat je dan nog moet gaan kijken, zit het er of zit het er niet. Of een andere situatie zou kunnen zijn, als je een opstoot hebt in de kraamstal, toch ergens dat drachtige zeug geïnfecteerd werden en je hebt 1 of 2 tomen biggen die positief zijn. Ja, dan heb je in feite ook maar heel weinig biggen en dat is dan het begin van bijvoorbeeld. Hè? Maar met je monitoring systeem moet je daar wel op beducht zijn dat dat de situatie kan zijn. Want zijn het er bijvoorbeeld meer en zijn die mooi verdeeld? Laat ons gewoon even zeggen dat iedere horizontale rij een hokje in een biggenbatterij is. En in ieder hokje vind je er wel eentje. Stel dat je speekselstalen kouwtouwen zou hangen, dan pik je het wel op. Maar stel ze zaten zo verdeeld en je komt eigenlijk de stal binnen en zegt, ik zal het eerste hokje links nemen. Ja goed, zaten die biggen dan in dat eerste hokje links? Of heb je dan een hokje met allemaal vrije biggen? Hè? Dus eigenlijk ook even nadenken, als je zo'n monitoring gaat doen, hoe ga ik die stal bemonsteren? Heb ik bijvoorbeeld 4 kraamafdelingen? Nou, is het dan verstandig om bijvoorbeeld die processing fluids per kraamafdeling te groeperen? De biggen niet te verleggen, voordat je dan die balletjes verzamelt. Zodanig dat je achteraf ook weet, kijk, welke kraamafdeling was positief en moet ik daar dan bijvoorbeeld verder gaan onderzoeken. Als je alles samengooit, heb je gewoon 1 positief resultaat, maar je weet eigenlijk niet hoeveel was er positief, in welke afdeling zit het. Daar moet je rekening mee houden. En dan, welke test gebruiken we wanneer? Of
wat leren we eruit? Dan hebben we hier een tijdslijn eigenlijk van infectie of vaccinatie met een levend vaccinvirus in maanden. Nou, en als we hiervoor staan, en dat, die baby is eigenlijk nog gewoon naïef, zullen we zeggen. Die is niet geïnfecteerd, niet gevaccineerd. En even voor het gemak, heeft ook geen biest-antistoffen opgenomen. Hij is gewoon blanco. Dan is de PCR negatief, want er zit geen virus. En we vinden ook geen antistoffen. Net na de infectie of na de vaccinatie met een levend vaccinvirus gaat de PCR positief zijn. Het virus zit er, maar we hebben nog geen antistoffen. Dus dan heb je dit resultaat. Nou, dat dier gaat antistoffen produceren, dus dat is ook een periode dat we zowel een positieve PCR zullen hebben als dat we antistoffen vinden. Dus het dier is nog steeds viremisch, noemen we dat dan. Viremisch, daar zit het woordje virus een beetje in, dus het virus zit in het bloed. En er is al seroconversie opgetreden, dat wil zeggen, we hebben al antistoffen die we kunnen meten. Dit kan ook optreden bij een dier dat al gevaccineerd was en dan nog eens geïnfecteerd is geweest. Dan hebben we ook weer een positieve PCR, we hebben ook antistoffen. Gaan we dan een tijdje verder, dan heeft dat dier dat virus uit zijn lichaam gekregen. De weerstand is er tegenop gekomen. Dan wordt de PCR negatief, het virus is weg. Maar de afweerstoffen, de antistoffen, blijven wel nog aanwezig. En moest er dan een hele tijd niks gebeuren, dan wordt die ook weer negatief voor antistoffen. Dus dat is eigenlijk het traject waar dat we doorgaan. Het is een beetje zoals we met corona ook meemaken. Hè? Ja. Hoe lang duurt dat dan ongeveer als die, voordat die afweerstoffen echt weer weggezakt zijn? Heb je daar concreet? Ja, als we kijken gewoon naar serumprofielen die we op zeugenbedrijven doen, dan is de ervaring dat het toch wel ruim een jaar duurt voordat je ziet dat bij zeugen, dan heb je het eigenlijk over volwassen dieren dan wel, dat die wegzakken. Ja, ja. Lang, ja. Bijvoorbeeld voor griep gaat dat veel sneller. Maar PRS lang, ja. Het is natuurlijk een andere vraag of dat die nog beschermt met afweerstoffen. Ja. Dit is ook wat we nog meten dan. Ja, inderdaad. Wat dat betreft is het sowieso moeilijk, want wat wij meten in het bloed is niet echt rechtstreeks gelinkt met bescherming, zal ik maar zeggen. Dat weten we ook bijvoorbeeld van vaccinatie, als we biggen vaccineren. Niet iedere big zal na de vaccinatie evenveel antistoffen vormen. Maar naast die antistoffen heb je dan nog de cellulaire afweer. Eigenlijk afweercelletjes die actief zijn. En die meten we niet. Niet standaard. En ja, die zorgen ook voor bescherming. Dus het is sowieso een moeilijke. Ja. Maar als we bedrijven zien die bijvoorbeeld al lang geen herintroductie van virus hebben gehad. En waar dat de zeugels ook niet gevaccineerd worden. Dan zien we na een verloop van een jaar zie je duidelijk dalende titers. Ja. Ja. Maar daalt die zeker gewoon weg? Wat zeg je? Daalt alleen of staat die gewoon weg? Uiteindelijk gaan ze weg. Ja, er zijn weinig bedrijven waarbij dat de zeugen echt, ja, als we er niet bewust mee bezig zijn, helemaal tot nul zakken. Maar dat je bijvoorbeeld waardes hebt die al gauw onder de 1 gaan. En ja, goed, dan hebben we het over SP-ratio's. Het hangt ook een beetje af van de test. Maar waarvan dat we dan zeggen, oeh, dit is best wel laag. Je moet een beetje een keuze maken. Wil je naar negatief? Maar dat is ook onbeschermd. Of gaan we hier actie ondernemen en gaan we proberen die weerstand bij die zeugen toch weer omhoog te krijgen? Nou dan, Karine haalde wel even aan, hè. Dus wat willen we soms monitoren? Nou, we vinden het virus vaak in de batterij, maar als we zien dat die infectie eigenlijk vroeg in de batterij al optreedt, willen we eigenlijk weten, ja, hebben ze dat dan na het spenen meegekregen of was het probleem eigenlijk al begonnen in de kraamhokken? En als het in de kraamhokken zit, ja, worden ze er dan al mee geboren of niet? En daarom die processing fluids, of die tongetjes, of die... Ja, navelbloed zou je ook nog, navelstrengbloed ook nog, maar dat is iets meer een geprut. We doen het eigenlijk om te weten hoe zit het tijdens de dracht van die zeug. Want als we zien dat die processing fluids positief zijn, dan moeten we ons eigenlijk de focus leggen op de zeugenstapel en op de introductie van de gelten. Want dan zit daar al circulatie van het virus. En na dag 70 van de dracht zijn die biggen gevoelig in die baarmoeder. Dus na dag 70 van de dracht kan het virus via de zeug, zou ik maar zeggen, in die biggen terechtkomen. En zo vinden we het dan na de geboorte in die processing fluids. Ja. Het resultaat dat we daarvan hebben, ja, daarop baseren we ons eigenlijk bij de aanpak. Waar gaan we de nadruk leggen?
Een woordje over sequencing, dus dan kijken we naar de volgorde van het genetisch materiaal, zou ik maar zeggen, of de opbouw van het genetisch materiaal. En dan moet je weten dat we dat voor peers voorlopig nog niet doen over heel het genoom, dus over heel de streng DNA, zal ik maar zeggen, maar we pakken stukjes eruit. Als we kijken naar de opbouw van het genoom, zou ik maar zeggen, dan wordt dat onderverdeeld in een aantal ORF-stukjes. Dat hoef je eigenlijk niet te onthouden, maar het belangrijkste is misschien dat waar dat we normaal naar kijken, in eerste instantie is ORF5, omdat dat heel variabel is. En dan kunnen we gemakkelijk variatie oppikken tussen de pierstam die bij u zit bijvoorbeeld en die bij de buurman zit. Dat is het meest variabel deel, dus als er iets verandert, dan gaan we dat daarin vinden. Willen we dan nog een stapje verder gaan, dan kunnen we 2 tot 7 doen. Dat is al een groter stukje. En op basis daarvan kunnen we nog beter zeggen van kijk, zitten er misschien variaties in een ander deel van het virus. Er is soms namelijk wat discussie over recombinanten. En dat is, bij corona hebben we het trouwens gehad, hè? Alpha, Delta, Eps, weet ik al niet meer, Omega. Nou ja, ze gaven er mooie namen aan. Nu bij piers, wat we soms zien, en dat is wel beschreven, dat als een dier geïnfecteerd wordt met 2 verschillende pierstammen op hetzelfde moment, dat die eigenlijk als ze dezelfde cel kunnen besmetten, dat die ook een soort van nieuwe pierstam kunnen maken. En, Denemarken. Ja, inderdaad, klopt. Ja, in Denemarken. Dus dat is gebeurd, maar het kan alleen op het moment dat zo'n dier dus met 2 stammen op hetzelfde moment en zelfs dezelfde cel in dat dier geïnfecteerd wordt. Nou, soms, wat gebeurt dan met ORF5 bijvoorbeeld? Dat ze dat van 1 van die 2 virussen hebben. Dus je krijgt dan als de uitslag bijvoorbeeld, dat is gewoon virus A, zal ik maar zeggen. Maar kijken we dan naar ORF 2 tot 7, dan zien we ineens een soort van mozaïek van, dit is een stukje virus A, een stukje virus B, weer een stukje A. En dan zien we dus dat het een recombinant is. En daarom heeft het waarde om eigenlijk een groter stuk van het genoom te bekijken, dat we meer informatie hebben over die recombinanten. Omdat het eigenlijk een soort samenraapsel is van stukjes. En daarom kijken we liefst naar een breder gedeelte. Nu, waarom zetten we het in? Nou, het belangrijkste is, we willen weten, is het een vaccinstam of een veldstam? Maar dan ook, en dat haalde Karine ook al aan, om in de tijd voor je eigen bedrijf eigenlijk te zien, wat gebeurt er, zou ik maar zeggen. Als er bijvoorbeeld na een paar maanden weer opnieuw wat problemen komen in een biggebatterij, of misschien bij de zeugen, is het dan nog die stam die ik vorig jaar op mijn bedrijf had, of heb ik een nieuwe stam? Waarom? Gemonitord, weet ik veel, over dierenartsen of landelijk van... Waar komt die stam dan vandaan die ik nou nieuw vind op mijn bedrijf? We hebben een aantal referentiestammen die goed beschreven zijn. Dus die kunnen eventueel regionaal. Ze krijgen meestal de naam van de plaats waar dat ze geïsoleerd zijn bijvoorbeeld. Maar eigenlijk moeten we zoveel mogelijk informatie in een soort van database hebben om te kunnen zien waar dat de stam bij hoort. Dus hoe meer dat we dit onderzoek doen, hoe groter de database wordt, hoe beter dat we kunnen herleiden. Oh, maar die hoort bij die en die komt vandaar. Dus eigenlijk, Ik wou nog aanvullen. We zijn dat met onze praktijk bijvoorbeeld wel heel actief aan doen. Zoveel mogelijk sturen naar de VDI. Dan krijgen wij inderdaad stamdonen terug. Ofwel van meer, want er zijn dan anonieme bolletjes. Ofwel van onze klanten. En dan, dan kun je dus soms verbanden zien. Als je dan die verbanden echt concreet wil maken, dan heb je met privacy dingen te maken. Ja. Dan moet je toestemming hebben. Ja, maar als je dan iets ziet en je vraagt toestemming aan die anderen, dan kun je wel... Je kunt op een gegeven moment eigenlijk aan je achterhalen van of het komt via de lucht binnen, of het komt via de mengvoervoorlichter thee binnen, of via de dierenarts. Je kunt dan wel bepaalde risico's gaan. Wij beginnen wel steeds meer te zien. In ons geval onze database steeds meer gevuld. Dat is wel, als je dat Ja, inderdaad. Dus we gaan er steeds meer informatie uit kunnen halen naarmate dat we ook eigenlijk meer laten onderzoeken. Nu, één belangrijke opmerking is, waarom doen we het niet? We kunnen niet op basis van het onderzoek van de sequencing zeggen of een vaccin goed gaat werken of niet. Er is geen directe link. Want uiteindelijk kijken wij die sequencing gewoon naar het genetisch materiaal. En je moet eigenlijk kijken, waarom werkt een vaccin wel of niet? Dat is eigenlijk omdat het een goede bescherming geeft tegen de buitenkant van het vaccinvirus.
of van het virus, zo moet ik het zeggen. En het gaat dus eigenlijk meer om de buitenkant en hoe dat zo'n vaccin een reactie, een afweerreactie opwekt, dan of die in het genetisch materiaal op zo'n klein stukje van zoveel, zal ik maar zeggen, gelijk is of niet. Het is eigenlijk nog een hele vertaalslag. Als je zo'n uitslag binnenkrijgt, dan wordt de stam vergeleken met een aantal referentiestammen. Dat zijn een aantal vaccinstammen onder andere. En ja goed, dit is een waarde wat tot 100% kan lopen. 100% zou exact hetzelfde zijn, een volledige kopie. Nou, dat vinden we bijna nooit. Maar als je een waarde vindt van boven de 98%, dan gaan we ervan uit dat het zeer sterk gelijkend is of in feite tot dezelfde groep behoort dan wat je gevonden hebt. Dus bijvoorbeeld, stel dat je van een bepaald vaccinvirus hier 99% zou zien staan, dan mag je op basis van die uitslag ervan uitgaan dat het vaccinvirus is. Dus we leggen ergens de drempel op 98%. Er zijn verschillende manieren waarop dat die resultaten teruggekoppeld worden. Meestal krijg je een soort van stamboom. En dan zie je dus waar dat die stam zit. En dan moet je eigenlijk weten dat het de afstand is die je zo via die lijntjes aflegt naar een ander, dat dat eigenlijk ook de genetische afstand is. Ja. En ja, hoe meer stammen dat je in jouw stamboom hebt, hoe beter dat je kunt zien waar dat je stam eigenlijk toe behoort. Dus waarom doen we dit? Nou, stel dat je dus in de tijd op je bedrijf een paar keer wat van een golf hebt van symptomen bijvoorbeeld, en je laat iedere keer sequeneren, dan weet je bijvoorbeeld als je weer een golf hebt, als het een nieuwe stam is, dan moet de focus liggen op de externe bioveiligheid. Een nieuwe stam betekent een stam van buitenaf, dus dan moet je daarop focussen. Maar is het een bekende stam? Ja, dan ben je blijkbaar nog binnen je bedrijf aan het ronddragen. Ik moet nu zeggen dat het best goed mogelijk is dat je eigenlijk een jaar, anderhalf jaar later toch weer dezelfde stam vindt. En het kan zelfs ook een keertje zijn, want ja, als je niet vaak monitort, maar bijvoorbeeld één keer in het jaar, dat je ook eens een keer een andere stam vindt, maar de keer daarna weer die eerste. Dan heeft hij waarschijnlijk ook gewoon op je bedrijf gezeten, maar eventueel in mindere mate. Het is ook ergens een beetje kansberekening. Hij heeft zich daar ergens nog opgehouden in een hoekje. Maar het is maar wat jij die monsters neemt, dat je natuurlijk ook de informatie haalt. Dus bij de monitoring is het heel belangrijk, ja, hoe ga ik dat doen? Hoeveel monsters ga ik nemen? In welke afdeling? Op welke leeftijd? Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, dus dat is wel een belangrijke. Maar als je gewoon de zorg uit. Ja? Ja? Hoe groot is de kans dat dat weer een half jaar terugkomt? Nou, ja, dat ligt eraan hoeveel andere diergroepen je op je bedrijf hebt, maar heel vaak wordt het gewoon onderhouden, bijvoorbeeld in de wegenbatterij. En dan bijvoorbeeld bij gelten, als je eigen aanfok hebt. Of hoe zit het op je bedrijf? Zit de zeugenstal bijvoorbeeld vlak bij de kraamstal en zit daar de wegenbatterij weer naast? Hè? Het kan vaak gewoon via een zijweg weer terugkomen. Dat zijn allemaal vaccinerende bedrijven. Allemaal de N-schema's goed dicht, verschillende schema's, maar gewoon allemaal. En daar vinden wij ook gewoon nog de virussen en die vinden we soms nog jaren dezelfde. Ja. Dus daarom zei ik straks entet, dat helpt zeker om een kracht te hebben, maar je ent het virus niet zomaar weg. Nee. Helaas. Nee. Nee, daar heb je echt andere dingen voor nodig. En dan nog is het een uitdaging afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Ja. Nou, je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Dit is gewoon een foto van een Spaanse integratie, waarbij dat ieder kleurtje hier is eigenlijk een ander bedrijf. En dan zijn dit de verschillende diergroepen op een bedrijf. En die hebben ze in de tijd gemonitord. En ieder groen blokje is een negatief resultaat. Een rood blokje is een positief resultaat. En dan kijken ze dus eigenlijk in de tijd, ja, hoe dat op die bedrijven gaat. Nu, ons advies is keep it simple. Want in feite focussen eerst eens even op ons eigen bedrijf. Maar bijvoorbeeld ook, ja, we hebben ook projecten regionaal bijvoorbeeld met 6 of 8 bedrijven die in dezelfde straat liggen bijvoorbeeld. Dan is het wel heel interessant om te kijken, speelt er dan eenzelfde stam of niet en bij welke diergroepen? Nou, geef dat dan bijvoorbeeld aan met kleurtjes. En hou het even simpel en kijk gewoon bij iedere monitoring als je een positief resultaat hebt. Die sequencing, dat zou echt al een meerwaarde zijn. Ja, en dan als er nog vragen zijn, zou ik ze graag beantwoorden.
Zijn er al bedrijven die een soort van monitoring systeem doen? Bijvoorbeeld 2 keer per jaar? Ja? En met bloedjes? Of? Op een keer dat ze je laten doen. Ah ja. 75 keer. Ja. Ja, dat is behoorlijk, hè? Maar ja, dat viel mij met zijn naam kreeg die we kunnen bespreken. Theo misschien? Linda. Volgens mij wel. Die kwam naar Uitslag aan. Ik kom hier aangereden. Ik zit best wel vaak tegen mensen die altijd die lijst krijgen. Daar kom ik eigenlijk best goed uit. Ja. Ik had eigenlijk verwacht dat ik op mijn kantoor was achtergegeven, maar vaak aan de fiets had. Ja. Dus, nou, eigenlijk de complimenten dan voor de situatie. Ja, ik duw eigenlijk waar Wim was volgens mij straks hier stond, starten en alles. Dus ik doe eigenlijk gewoon heel simpel mijn werk. Ja. En druk blijft de vrij laag. Ja. Dan zou jij dan moeten staan? Ik ben niet eerst. Maar wel stabiel waarschijnlijk dan, ja. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke bedrijven die stabiel zijn. Die hebben als het ware een beetje vrijheid of weet je wel, het gaat goed. Je hebt een goed klimaat en ook qua flora in de stal, zou ik maar zeggen. Dus dat is een stabiele situatie. Op het moment dat er wel iets fout loopt en de balans is verstoord, ja, dan moet je aan de slag. Hè. Dan lukt het niet meer op die manier. Maar het is wel een interessante. Ja.